geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB. Dank u wel, voorzitter. Even het papiertjes goed te leggen. Voorzitter en inwoners van Nederland, allereerst dank aan de heer Remkes voor zijn eindverslag. BBB, PVV, SP, Bijeen, Forum voor Democratie, Denk en Partij voor de Dieren. Ruim 3 miljoen kiezers die namens de partijen waarop zij hebben gestemd niet hebben mogen meepraten over het vormen van een nieuwe coalitie. Reden dat deze partijen op 7 september de voordracht van de heer Remkes als informateur niet hebben gesteund. Althans, zo lees ik het in het eindverslag. Want daar staat, vervolgens heb ik op woensdag 15 september tevens gesprekken gevoerd met de voorzitters van de fracties van Volt, de Groep van Haga, JA21, de SGP en fractie Den Haan, die de motie met mijn opdracht hebben ondersteund. Toen ik dit las, dacht ik, nou breek me de klomp. Want ook PvdA en GroenLinks stemden tegen de voordracht voor de heer Remkes. Maar die schoven dan wel weer aan de onderhandelingstafel. Ik snap die zin over het steunen van de motie dan ook niet. En wellicht kan de heer Remkes mij duidelijkheid geven. De vraag van de fractie van mevrouw Van der Plas. Waarom ben ik niet uitgenodigd? En waarom GroenLinks en de Partij van de Arbeid wel? Zoals uit het verslag blijkt, ben ik gestart vanuit het verslag van de vorige informateur, mevrouw Hamer. En die constateerde dat een minderheidskabinet uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA onderzocht moest worden. Waarbij met de overige 6 partijen die het brede midden vormen samenwerking gezocht zou moeten worden. En die overige partijen zijn Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie. Daarnaast heb ik de partijen uitgenodigd die mijn benoeming als informateur hebben gesteund voor 1-op-1 gesprekken. En de overige partijen heb ik niet uitgenodigd omdat hun standpunten, zoals bijvoorbeeld de wens tot nieuwe verkiezingen, bekend waren en er geen aanleiding was om aan te nemen dat deze standpunten waren gewijzigd. En als mevrouw Van der Plas gedurende dat proces het signaal had gegeven, ik kom van mijn standpunt terug, ik wil bij nader inzien geen nieuwe verkiezingen, dan was zij spoorslags uitgenodigd. Vervolgens, mevrouw de voorzitter, heb ik 9 partijen uitgenodigd voor 29 september. Dat waren de 6 partijen uit het brede midden, alsmede de SGP, Volt en de fractie Den Haan. En ik heb JA21 en de Groep van Haga niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst, omdat zij in hun 1-op-1 gesprek duidelijk hadden gemaakt een minderheidsvariant van VVD, D66 en CDA niet bij voorbaat te kunnen steunen. En bovendien zijn deze partijen door een andere partij bij voorbaat uitgesloten van samenwerking. Dus had een gesprek niet zo verschrikkelijk veel toegevoegde waarde. Dank u wel. Dank u wel. Dat is de interruptie van mevrouw Van der Plas van BBB. Dank u wel. Ten eerste de manier waarop de heer Remkes zegt van ja, waarom ben ik niet uitgenodigd en de anderen wel. Dat is een beetje alsof ik hier heb staan te klagen dat ik niet op het kinderfeestje van Ik het natuurlijk niet verstaan. Nee, nou ja, dat we daar in ieder geval overeenstemming over hebben. Want ik, hoewel we hebben maar 1 zetel, dat zijn wel 104.000 kiezers. De andere partijen erbij gerekend, kom je op 3 miljoen. Dus het gaat niet zozeer om mij, maar het gaat ook om mijn achterban. Nou, dat gezegd hebbende. Als mevrouw Van der Plas had gezegd van ja, ik wil nu ineens geen nieuwe verkiezingen meer, dan was ze spoorslags uitgenodigd. Het is niet aan mij om te bedelen voor een uitnodiging. Het gaat mij erom, kijk, wij steunen een motie voor nieuwe verkiezingen en daarom niet de motie voor de informateur. Want dat vind ik onlogisch. Je gaat niet eerst een informateur steunen en dan voor nieuwe verkiezingen doen. Dat vind ik gewoon onlogisch. Dus dat is de reden. Dat is ook niet, het is ook helemaal niet gezegd dat ik geen vertrouwen heb in de heer Remkes. En als het proces eenmaal gaande is, dus de motie is aangenomen en de informateur is er, ik heb me nergens afgezet tegen het hele proces. Ik heb daarna nergens gezegd van nou, wat een belachelijke toestand is dit en dat moeten we niet willen. En uw vraag? Op een gegeven moment is het zo. Nou ja, ik wil ten eerste even reageren
op nou ja, wat hier gezegd wordt, dan denk ik, maar goed, dat is dan misschien naïef, dan denk ik van, als je partijen gaat uitnodigen, je zit weer aan het begin van zo'n proces, nodig dan iedereen uit, geef ze althans de kans om ja of nee te zeggen. Of licht toe waarom ze niet worden uitgenodigd. Vervolgens moeten we het ook in de media lezen. Dat is mijn kritiek op de gang van zaken. De heer Remkes. Ik heb mevrouw de voorzitter gerefereerd aan het proces wat onder de voorgangers, de heer Tjenk Willink en Hamer, heeft plaatsgevonden. En daar waren een aantal posities betrokken. En gelet op die posities heb ik eigenlijk vanaf het begin de houding gehad, ik heb geen zin om dat proces helemaal over te doen. Want er was bij mij en er is bij mij een groot gevoel voor urgentie. En als ik dat proces weer helemaal had overgedaan, dan had dat onnodig veel tijd gekost. En de toegevoegde waarde was naar mijn inschatting niet verschrikkelijk groot. Dat betekent overigens niet dat ik natuurlijk een gesprek op zichzelf niet had gewild. Maar ik beoordeel dat even vanuit de vraag, wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van de boodschap waar de Kamer mij mee op pad heeft gestuurd? Dat was voor mij de kernvraag. Ja. Mevrouw van der Plas. Ja, sorry mevrouw de voorzitter. We zijn potverdikkie meer dan 200 dagen aan het formeren. Al bezig met praten. Nou, de komst van BBB die dan even een kwartiertje mag aanschuiven, dat lijkt me nou niet de bottleneck voor het hele proces dat het allemaal nog langer gaat duren. En ik zeg niet dat we waren aangeschuiven. Ik zeg ook niet dat we niet waren aangeschuiven. Het lijkt mij netjes dat je in ieder geval alle partijen de gelegenheid geeft van, heb je daar belangstelling voor? Zo nee, prima, even goede vrienden, gaan wij verder. En zo ja, dan kijk ik waar we u kunnen inpassen. Kijk, en dat u met mij geen halve dag gaat lopen debatteren over de nieuwe coalitie, dat snap ik ook wel. Maar we zouden in ieder geval wat ingebracht kunnen hebben. Vooropgesteld dat we het hadden gewild. Snapt u wat ik bedoel? Ja, nee. Dat is misschien een beetje vaag, maar het gaat mij erom dat je, en bovendien ook nog, dat we dus steeds uit de krant moeten lezen wie er dan worden uitgenodigd. Ik vind dat gewoon niet netjes. Dank u wel. Heer Remkes. In de procedure is er nou juist in voorzien dat daarom de informateur verslag uitbrengt aan de Kamer om op die manier ook verantwoording af te leggen. Dat is de reden waarom ik hier sta. Zoals ik hier sta. En volgens mij heb ik verder voldoende toegelicht waarom het uitnodigingenbeleid zo gericht was zoals het gericht is geweest. Mevrouw van der Plas, tot slot. Tot slot. Dit is dus echt een staaltje oude bestuurscultuur. En we hebben het over nieuwe bestuurscultuur. Het oude bestuurscultuur is van, ja, maar dat is hoe het gaat. En zo word ik uitgenodigd door de Kamer en dan ga ik het uitleggen. Dat is dus oude bestuurscultuur. En dat constateer ik hier dan als een feit. Ik ben dan benieuwd, de nieuwe bestuurscultuur zou ook kunnen zijn. Weet je, we betrekken eigenlijk iedereen in het proces. En we hoeven niet allemaal op de stoep te staan. Maar we beginnen in ieder geval om richting de Tweede Kamerpartijen, richting de Tweede Kamerfracties, gewoon een stukje fatsoen en netheid. We gaan jullie wel uitnodigen of niet uitnodigen. En dit is de reden. En wat meneer Remkes hier nu zegt, is voor mij typisch het oude bestuurscultuur. En dan hoop ik, dan vraag ik me af waar die nieuwe bestuurscultuur dan ooit moet beginnen. Ik heb u even uit laten praten, maar het is de bedoeling om geen debat te voeren met de informateur, maar om echt slechts feitelijke vragen te stellen, zodat de informateur inlichtingen geeft. Dat vind ik wel belangrijk om dat even gezegd te hebben. Anders dan brengen we de informateur in een debatpositie en dat moeten we met elkaar niet doen. Dan is mijn feitelijke vraag, wat is de nieuwe bestuurscultuur? Ik kom daar zo nog even op terug. Maar daar behoort in ieder geval wat mij betreft niet bij de afwijking van gebruikelijke procedures en afspraken die er met de Kamer zijn.